Einde, dames en heren, van deze NCRV-uitzending. Morgen hopen we u op de radio te begroeten, 2 keer van 9 tot 5 voor 10 op Radio 5. En van 1 tot 2 middags met de actualiteiten op Radio 1. En dinsdag zijn we er dan weer op de televisie. Ik wens u allemaal een prettige zondag en tot de volgende keer. Welterusten. In het Brabantse Vught bevindt zich het historische kasteel Maurik. Van hieruit werd tijdens de 80-jarige oorlog voor een deel de strategie bepaald voor de Oranje-gezinde troepen. Hier woonde prins Maurits van Oranje en later ook prins Frederik Hendrik. Kasteel Maurik was het hoofdkwartier tijdens het beleg van Den Bosch. De stad die 2 eeuwen eerder de bouwmeester van de Sint-Jan had afgestaan om dit bolwerk te maken.